Welkom in deze nieuwe video van Bolstar. Welkom. Ik ga vandaag eens kijken of ik ook een mail heb gehad. Of ik door ben bij K3, ja of nee. In de volgende ronde natuurlijk, waar we staan. Dus ik ga eens kijken, want iedereen op TikTok... Nee, iedereen natuurlijk niet, hè. Maar er zijn een paar mensen die toch al een mail hebben gehad. Dus ben ik eens benieuwd of ik ook een mail heb gehad. Dus ik ga eens kijken. Maar ik ben wel een beetje zenuwachtig. Ik pak nu dat ik, ja... Dus... Spannend. Ja, ik heb een mail gehad. Dus, super tof, ik heb een mail gehad. Dus, super tof. Kijk, ik heb een mail. Oh my god. Echt super tof. Wow. Is echt cool. Ik had het nooit niet durven dromen dat ik erbij ging zijn. Ik heb wel de 21ste tijd om dat te doen. Dus ik ga er al snel aan beginnen. Ik ga vanmorgen eraan beginnen. Want het is al wat donkerder om aan te beginnen. Dus, oh my god, echt. Ik kan het nog altijd niet geloven. Ik ben er gewoon bij, mensen. Weet je wat dat is? Ik ben er gewoon bij. Echt, dat is echt wel heel leuk eigenlijk. Dat is gewoon geweldig. Ik weet niet zo wat ik moet zeggen, maar ik vind het gewoon geweldig. Ik ben daar echt wel heel fier op eigenlijk dat ik erbij ben. Want ik had het echt totaal niet verwacht. Ik had het totaal niet verwacht. Ik had ook op TikTok heel veel liedjes gemaakt. Ook heel veel dansjes. Voor alle verduidelijking, dat auditie dat ik heb gedaan met mijn jurk aan, is niet de echte auditie die ik gedaan heb voor K3. Ik heb mijn auditie wel gedaan voor mij gewoon, zo'n gewoon lekker man. Dus ik heb dat niet gedaan zoals je veel mensen van me denken. Dus de echte auditie heeft eigenlijk alleen maar Studio Holland gezien. Dus, en ik ben daar wel heel blij mee, want ik heb dat gewoon opgenomen. Heel simpel eigenlijk. Ik ga het nog steeds niet laten zien, mensen, pas. Ik ben er wel heel fier op eigenlijk. En ook wel trots dat ik er door ben. En het klinkt misschien heel cliché, maar ik had eigenlijk totaal niet verwacht dat ik naar de volgende ronde mocht. Dus ik ga nu nog extra mijn best doen om jullie fier te maken. Om ook naar de audities, live audities moeten gaan, denk ik. Dat is dan allemaal een beetje anders met corona natuurlijk nu wel. Maar ik ben er echt wel blij. Ik ben blij dat ik al zo ver ben geraakt eigenlijk. Want vorige keer dat ik meedeed met K2, zo K3. Dan zat ik niet in de volgende ronde. Dus ik ben wel heel blij dat ik dit wel heb kunnen bereiken al. En ja, ik ben daar wel heel trots op eigenlijk. Ik weet totaal niet hoe ik moet zeggen. Maar... ik ben er heel fier op eigenlijk. Ik ben echt wel blij. Dus moet de 21ste maart moet het ingevuld zijn. Dat is dus nog, op welke datum zijn we vandaag? We zijn vandaag de 17e, dat is nog zo goed als 4 dagen dat je tijd hebt. Dat is 3 dagen, dus dat is niet heel lang. Maar ik ben er wel heel blij mee dat ik dit kan doen. Wat er in de formulier staat, ga ik niet vertellen, omdat dan iedereen kan zeggen van ben erbij. Dat we zien dat wel 10 dagen uitgesteld bij jullie. Eigenlijk niet meer, het is eigenlijk maar een week denk ik om een duur. Maar ik had het niet in mijn gedachten dat dit zou gebeuren. Dat is uniek eigenlijk. Ook als je kijkt ook op TikTok. Op TikTok heb ik nu al 9000 gehaald. En een beetje, ja, hij stelt scherp. Daar heb ik ook eens allemaal jullie voor bedanken, want dat had ik ook nooit verwacht dat dit zou gebeuren. Dus ik ben er echt heel fier op eigenlijk, dat mensen echt wel aan mijn kant gaan staan. En mensen er ook zijn voor mij. En ja, dat vind ik echt wel heel leuk eigenlijk. En ja, heel tof. Ik maak heel veel Studio 100 dingen eigenlijk. Gewoon omdat ik dat leuk vind eigenlijk. En ik kan het ook blijven doen. Ik ga eens kijken of ik misschien ook nog coasterokkers kan doen. Of ja, Campus Wap heb ik al gedaan, dus zou ik nu coasterokkers gaan doen.
of dat dat ook mogelijk is om dat te doen. Want ja, je moet ook rekening houden, dat is niet altijd heel gemakkelijk om coastrockers en zo allemaal die dingen na te doen. Komt dat je altijd wel een beetje moet geschminkt zijn om die dingen eigenlijk te doen. En veel mensen geven daar ook haat op, dat doen we ook totaal niks, maar ik zeg het gewoon maar er even bij. En dat is heel speciaal, want dan de mensen die dan ja, die haat staan, die denken van dit of dat. Ja, het feit gewoon dat de views omhoog gaan is eigenlijk al heel uniek. Ik heb ook zoiets van, dat wil ik ook tegen jullie zeggen, het is niet omdat je verkleed dat kinderachtig is. Want kijk naar carnaval in alles, het zijn allemaal volwassen mensen die dat doen. Er zijn ook kinderen bij natuurlijk, maar ook volwassen mensen die je verkleden. Als je in een bedrijf werkt, zoals Studio 100 of in Plopsaland, ja, dan ben je ook een figuur, hè? Ja, dan ben je ook verkleed, hè? Daar is niks kinderachtig aan, want kinderen mogen dat niet eens doen, zo werk. Dus ik vind eigenlijk niet dat er moet gelachen worden, maar dat is deze woord in de maatschappij, dat ze erop lachen met alles en nog wat. En ja, je moet er sterk in je schoenen staan en dat ben ik ook wel. Dus ik ga nog eens kijken of ik nog een stukje 100 dingen kan doen. Ik ben er helemaal klaar voor. Ik denk dat ik nu Campus 12 dingen ga doen, coastrockers. Ik heb een hemdje om aan te doen en dan kan ik zo echt zo, of misschien een Mila zijn, ik weet niet wie ik kan pakken. Zo misschien Mila, want dan kan ik ook, ik heb een muts van coastrockers, dan kan ik ook nog mijn muts afdoen van coastrockers en dan zo echt zo. Dus ik ga dat bekijken, maar ik hoop, jullie mogen me altijd volgen ook op YouTube. Ik merk ook dat er heel veel mensen naar YouTube kijken eigenlijk, naar mijn vlogs en dat vind ik ook heel leuk. En ik wil je er ook allemaal voor bedanken eigenlijk, dat jullie dat ook allemaal doen eigenlijk, massaal. Dus daar ben ik ook wel heel fier op eigenlijk, dat jullie dit allemaal... Dus daar ben ik heel fier op en trots dat dit gebeurt. Dus ja, komen jullie met me tegen, want dat gebeurt ook vaak dat jullie met me tegenkomen. Jullie mogen ook altijd mee aanspreken, jullie mogen ook altijd vragen voor een foto, voor een handtekening. Dat is allemaal geen enkel probleem, ik sta ervoor open om dat te doen. Dus ja, dat mag altijd en weet dat dat ook altijd... ja, daar ben ik ook heel blij mee eigenlijk. Dus als je mij ooit ziet op straat, spreek me aan. Ik heb het al een paar keer tegengekomen dat mensen mij aanspreken op straat en ik vind het echt heel leuk. En dat is ook echt gewoon chill. Ofwel roepen ze door een raam van de auto dat ze mij hebben gezien. Dus ik ben meer en meer erkend te worden op straat. En ik vind het ook wel leuk eigenlijk ook wel, want als dat op een goede manier gebeurt, is dat ook geen probleem eigenlijk. Ik sta er ook voor open natuurlijk met de coronamaatregelen. Dat moeten we natuurlijk wel allemaal wel doen, maar ik sta er wel... Oké, die kan die mail gewoon niet meer. Dus ik ben er wel heel fier op eigenlijk, op wat ik heb bereikt eigenlijk. En ja, dus weet, als je meteen komt, spreek me gerust aan. Ik ben nog niet naar een shoppingcentrum geweest waar het wat drukker is. Maar ik denk wel, als ik daar zou komen, dat wel ja, wat heftiger gaat zijn eigenlijk. En dat gaat wel anders zijn. Ik moet trouwens niet aan mijn broer vragen. Dus ik ga er even terugbellen om iets te vragen. Dus, maar ik ben er wel heel fier op eigenlijk. Dus ik wou even zeggen dat ik echt wel op de goede weg ben eigenlijk om positiviteit te verspreiden. Zeker nu het ook, ik denk dat dat voor iedereen wel moeilijk is. Dus, en heb je zelf TikTok of YouTube, je mag me altijd volgen. Je mag me ook altijd volgen op Instagram, Bolstar, op Facebook op Bolstar, geen enkel probleem. Ik kreeg ook vorige keer de vraag van waar is de naam Bolstar eigenlijk vandaan. Bolstar is eigenlijk, als je het logo van Bolstar ziet, ik ga het even erbij pakken, ik weet niet wat hierop staat op het tablet. Is eigenlijk, dit is het logo, ons eerste logo van Bolstar. Dan zie je ook de letters, dus B-O-L, dat is van mijn achternaam. De S is van Sil en Star, omdat we eigenlijk bekend wilden worden met onze vlogs. Mensen op Facebook hebben die namen gekozen, hoe noemt ze nu weer, Nathalie en Miranda hebben onze namen tijdelijk gemaakt. En daar ben ik nog altijd heel trots op, dat die mensen onze naam gemaakt hebben. En Bolstar klinkt ook heel klachtig. En ook mensen spreken ook zo aan eigenlijk. En dat is eigenlijk ook een feit dat ik niet met mijn echte naam op social media wilde vloggen eigenlijk. Ook om het feit dat Kenny ook in de groep zat eigenlijk. De Kenny was ook op dat moment ook zoiets van mij gaan vloggen. En dan konden we natuurlijk moeilijk Sil en Kenny pakken. Dus hebben we daardoor gekozen om een krachtige naam te kiezen. En ik Bolstar om. En dat is een Bolstar geworden. En dat is eigenlijk nu nog altijd als ik een account aanmaak. Zoals bij TikTok of bij andere social media's. Is er nog altijd Bolstar. Dus als je... dus ik zit op... Nu zit ik op Facebook, TikTok, Instagram.
zit ik nu momenteel op, eigenlijk, en op Twitter. Dus als je mij daar ziet bij Polestar, dan ben ik dat meestal. Dus moest ik ooit een valse account zien, die mag het mij ook altijd melden. Dus ik laat ook altijd zien hoe dat het eruit ziet op TikTok en zo. En die dingen allemaal zijn ook allemaal altijd goed mee zijn. Dus dat je dat weet eigenlijk. Ik ben er ook super fier op eigenlijk. Dus ja, hoop ik gewoon dat dit een leuke video. Doe dan zeker een duim omhoog. Vergeet niet te abonneren en morgen zijn we weer.